Hoi allemaal, Marloons Creations maakt echt de leukste dingen van elastiekjes. Als je haar kanaal nog niet hebt bekeken, moet je dat zeker even doen. Ik zal een link naar haar kanaal plaatsen in de beschrijving onder deze video. Onder andere het slangetje wat we hebben geplaatst is van haar. En nu dus ook dit schattige koala babytje. Je kan het maken met roze als accentkleur bij de luier, of met blauw of met mintgroen, wat jij wil. Ik denk dat het heel leuk is om cadeau te geven aan mensen die een baby verwachten of die net een baby hebben gekregen. Ik heb de oogjes hier gemaakt met kraaltjes, maar ik laat ook zien hoe je de oogjes kan maken van een elastiekje. Het aantal elastiekjes, ja, dat weet ik op dit moment niet, maar ik ga ze echt voor je tellen. Dus lees even in de beschrijving onder de video en kom je op een andere manier binnen in deze video. Ga dan even naar YouTube en zoek dan Baby Koala bij ons op. En dan lees je in de beschrijving hoeveel elastiekjes je nodig hebt. Ik vond het niet heel moeilijk om te maken, dus ik zou zeggen heel veel succes. We gaan eerst twee oortjes maken en die wegleggen. Ik heb er vast één oortje gemaakt. Ik ga je zo meteen laten zien hoe je dit doet. Dus als je de elastiekjes er meteen dubbel opzet, dan kan je daarna de video op stop zetten en twee oortjes maken. En dan lopen we weer gelijk. Ik ga de baby koala maken op de verstelbare loom van het merk Rainbow Loom. Maar je kan hem op elke loom maken waar de middelste rij uitsteekt ten opzichte van de buitenste twee rijen. Mocht je een fun loom hebben met vier rijen, dan laat je die vierde rij gewoon niet meedoen. Oortje is heel makkelijk. Je begint met twee elastiekjes. We werken steeds met twee elastiekjes tegelijk, want daar wordt het koalaatje steviger van. En we gaan een rijtje maken van vijf. Ik ben begonnen bij de rode pijl. Heb je geen rode pijl, let er dan op dat de opening van de pin aan de andere kant is van jou. Dus ik sluit deze twee elastiekjes daarop aan. Dit is bij mij de tweede. En in totaal gaan we dit vijf keer doen. En zoals ik net al heb gezegd, als jij nou aan deze kant ook nog zo'n rijtje maakt, dan kan je zo meteen twee oortjes haken. Ik laat er nu eentje zien. Aan het einde van dit rijtje van vijf plaatsen we een capband, zoals dat heet, van drie ringetjes. Ik draai hem nu heel even om, zodat ik mijn handen vrij heb. En dan pak je een enkel elastiekje, daar doe je haaknaald in. Zo. En nog een keer. En nog een keer. Dan heb je drie ringetjes op je haaknaald. Die trek je wat wijder met z'n drieën, zodat je dit zo bovenop kan plaatsen. En een andere manier, even die twee elastiekjes weer mooi boven elkaar doen. Een andere manier om dit te doen is als je hier een capband op wil plaatsen, dan doe je een elastiekje erop. Je draait hem een slag en nog een keer er bovenop. Je draait hem weer een slag. En nog een keer erbovenop. Dan heb je ook een capband van drie. Nu gaan we haken. Je draait de loom om zodanig dat de opening van de pin aan jouw kant is. Want dan kan je er zo met je haaknaald in. Je duwt die capband van drie ringen naar achteren. Pak die twee elastiekjes die daaronder liggen. Hou die capband even tegen met je andere hand, zodat je deze twee elastiekjes eruit kan halen. En dan haak je ze naar voren. En ditzelfde doen we hier. Het is gewoon rechtuit haken. Het zijn maar twee elastiekjes die je tegenkomt en die je kan pakken. Dus je kan je niet vergissen. En als je alles hebt gehaakt, dan pak je een schroevendraaiertje of een satéprikkertje of gewoon je haaknaald of een andere haaknaald en dan haal je hem eraf. En je zou ze ook nog gewoon op deze manier voorzichtig dit eruit kunnen halen en zo even weg kunnen leggen. Maar we gaan ze later pas gebruiken. We gaan nu beginnen met het plaatsen van het hoofdje. En zorg ervoor dat je dat weer doet vanaf deze kant, vanaf de rode pijl of waar de opening aan de andere kant is van jou, van de pin. En weer met twee elastiekjes tegelijk. We gaan eerst vanuit het midden. Even de andere kant op. Dat gaat beter met één hand. Vanuit het midden naar links. Dus op deze manier heb je ze geplaatst.
En vanuit het midden naar rechts. Vervolgens ga je aan beide kanten ga je 3 keer rechtdoor. Steeds dus met weer 2 elastiekjes tegelijk. En dan gaan we het hoofdje dichtmaken. En door vanuit dit pinnetje naar het midden te gaan en vanuit dit pinnetje naar het midden. En zo, dan hebben we de contouren gemaakt van het hoofd. En nu gaan we vanuit het eerste middelste pinnetje gaan we de contouren opvullen door de middenrij. Door op de middenrij elastiekjes te plaatsen. Dit zijn de eerste 2. En dan sluit je er weer 2 op aan. Net zolang totdat je hier bij het einde bent aangekomen. En nu ga ik mijn loom draaien. Omdat ik niet meer verder deze kant op kan. Dus ga ik de elastiekjes op deze manier plaatsen. Maar dit is wat je tot nu toe moet hebben. We gaan nu verder met het nekje. 2 elastiekjes. De schouders vanuit de nek naar links. Mocht jij nog zo werken. En naar rechts. En dan gaan we 3 keer naar beneden. Vanuit dit punt. Dit punt en dat punt. En dan pak je nu de kleur van de luier. Ik neem roze. En op dit pinnetje. En op dit pinnetje maak je daarmee een capband van 2 ringetjes. Dat kan je op deze manier doen. 1, een slag draaien en er weer bovenop zetten. Of weer met die haaknaald. 1 keer er doorheen en nog 1 keer er doorheen. En wat wijder trekken en er bovenop zetten. En ik zeg het er iedere keer weer bij. Mensen die meer video's van mij hebben gezien, die denken, ja dat weten we nu al. Maar ik kan er niet van uitgaan dat iemand dit al weet. Dus ik moet het toch iedere keer weer vertellen. We gaan nu verder met wit. Met het luiertje. Op de achtergrond hoorde je misschien net mijn telefoon gaan. Excuses daarvoor. Je pakt 2 elastiekjes. En je gaat vanuit het midden hier rechtdoor naar beneden. 2 witte elastiekjes. En datzelfde doen we vanaf die pinnetjes waar je het roze, of misschien maak jij wel een jongetje waar je het blauw op hebt gezet. Of een hele andere kleur. Door roze en blauw is ook zo standaard, hoe zeg je dat? Roze voor een meisje, blauw voor een jongetje, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Zo, dus dat hebben we nu 3 keer gedaan. En datzelfde doen we nu nog 1 keer, 3 keer. Weer met 2 elastiekjes tegelijk. En nu gaan we dit dichtmaken. Op deze manier en op deze manier. Een beetje naar beneden schuiven om plek te maken. Je pakt 2 elastiekjes. Dus de ene kant en de andere kant. De armpjes en de beentjes gaan we hier, hier, hier en hier plaatsen. Maar eerst moeten we ze maken. En je maakt ze alle 4 op dezelfde manier. Ik laat er eentje zien
En dan stop ik met filmen en dan druk jij dus op pauze. Dan maken we allebei de andere drie. Dan wordt de video ietsje minder lang. Je maakt het als volgt. Je gebruikt hier het einde van je loom. Twee elastiekjes. En we gaan drie keer naar beneden. Dit is de eerste keer. Twee elastiekjes sluit je daarop aan. Dat is de tweede keer. En twee elastiekjes sluit je daar weer op aan. En dan gaan we op dit laatste pinnetje gaan we een capband maken van vier ringetjes. 1, slag draaien. Nog een keer eromheen. 2, slag draaien. 3 en nog een keer. 4. Of je doet het weer met je haaknaald en dan doe je hem dus 1 en 2 en 3 en 4 keer eromheen. Dan is het wel iets moeilijker om het dan zo wijd te trekken. Ik vind deze manier, wat ik net heb gedaan, gemakkelijker. Maar je moet maar even kijken wat jij wil. Dit ga je haken. Je capband van 4 ringetjes staat wat strakker, dus pas op. Je trekt hem naar achteren, zodat je die 2 elastiekjes eruit kan halen. Ik hou de capband even tegen met mijn vinger, want ik wil alleen maar die 2 elastiekjes hebben. En die haak ik naar voren. Dan pak ik deze 2, die haak ik naar voren. En als je alles hebt gehaakt, dan pak je hem er vanaf. Dan is mijn eerste armpje klaar. Ik kijk even of alle elastiekjes goed zitten. Niet gedraaid of wat dan ook. En dan plaats ik dit armpje hier. Zo, nu zet ik het filmen stop en dan maak ik de andere 3. En als die 3 klaar zijn, dan ga ik ze op deze pinnetje zetten. Dus tot zo. Ik zie je zo meteen weer. Of jij ziet mij zo meteen weer. Mijn andere armpje is nu ook klaar. En hier heb ik mijn 2 pootjes, beentjes. Dit armpje gaat op dit pinnetje. Nou, op de even manier gaat het niet zo makkelijk als ik wil, maar hij zit erop. En dan pak ik de beentjes op. Vier ringetjes moeten erop zitten, die haak. En deze gaat hier. Zo. De oogjes zijn nu aan de beurt. We gaan zo meteen een enkel elastiekje gaan we hier op dit pinnetje plaatsen. Maar eerst moeten we daar oogjes op zetten, op dat enkele elastiekje. Ik ga mijn oogjes maken met kralen. En ik ga je ook laten zien hoe je het moet maken, hoe je het kan maken met een elastiekje, met een zwart elastiekje. Mocht je geen kralen in huis hebben. Die kleine kraaltjes, die rijg ik eerst op een draadje tandvlos. En dat doe je omdat dit stevig genoeg is om er gewoon zo makkelijk doorheen te steken. Met gewoon draad is dat moeilijker, tenzij je het met een naald doet. Nu heb ik 2 kraaltjes aan vlosdraadje geregen en nu gaat het elastiekje erbij. En nu wil ik eigenlijk dit elastiekje door deze 2 kraaltjes trekken. Dat betekent dat dit draadje ook nog door de kraaltjes moet. Als je hem zo voor je hebt. Dat is de eerste. Ja, dit is even priegelen. Zeker voor mij nu. Omdat ik met die camera rekening wil houden. Maar volgens mij heb ik hem.
En op het moment dat je dit hebt, kan je ze zo op het kraaltje schuiven. Op het elastiekje schuiven, sorry. En dan gaat het vlosdraadje weg. En dan doe je ze een beetje van elkaar. En dan heb je twee oogjes. Als je dat doet met een elastiekje, dan doe je een enkel elastiekje, maak je vier ringetjes van op je haak. En vervolgens pak je weer een zwart elastiekje. Doe datzelfde nog een keer. 1 en 2 en 3 en 4. Dan pak je een enkel elastiekje, grijs. Hou de spanning erop en schuif die twee zwarte elastiekjes op dat enkele grijze elastiekje. En dan heb je op deze manier twee oogjes. Voordat we de oogjes kunnen plaatsen, gaan we eerst de oortjes erop doen. Ik heb hier per oortje heb ik vier ringetjes. En de eerste vier ringetjes gaan op dit pinnetje. En daarna gaat de capband die hier onderop zit op de pin eronder. Dus deze gaat hierop. En dan zoek je die capband op hier onderin. En dat zijn er drie. En die plaats je hier bovenop. En zo. En datzelfde doen we aan de andere kant. Deze vier ringetjes gaan hierop. En dan zoeken we de capband op en die gaat op dit pinnetje. Dan duw je het een beetje naar beneden om plek te maken voor de oogjes. Dan pak ik nu mijn kraaloogjes. En die plaats ik hier op het tweede pinnetje geteld van boven. Op het gezichtje van onze baby koala. Zo. Dan schuif je die kraaltjes nog even goed. Kijken of dat lukt met een haaknaald. En dan wordt het tijd voor het neusje. In de originele Engelstalige video maakt Marloom's Creations een neusje van een grote kraal. Dat noem je ook wel een ponybeat. Een grote zwarte kraal. En dat ziet er echt ontzettend schattig uit. En ik heb hem niet in huis, dus ik kan het niet doen. Dus daarom doe ik het niet. Dus ik gebruik de methode die zij ook uitlegt met een elastiekje. Maar mocht jij nu wel aan zo'n grote kraal kunnen komen, dan zou ik denk ik die aanraden. Je pakt een enkel zwart elastiekje. Die doe je vier keer op je haak. Dit is 1. Weer een keertje erdoor doen. Dat is 2. En 3. En nog een keer erdoorheen. Dat is 4. Schuif ze zo bij elkaar. Dan pak je een enkel grijs elastiekje. En die vouw je eerst dubbel. Slag draaien. En dubbel klappen. En dan schuif je deze vier ringetjes op dat dubbel gevouwen elastiekje. Dan doe je het andere uiteinde ook op je haaknaald. En vervolgens pak je een enkel grijs elastiekje. En dan schuif je die vier grijze lusjes op dat enkele elastiekje. En dan is dit je neusje. En die plaatsen we hieronder de oogjes. Op deze manier. Nu plaatsen we hieronder nog een horizontaal elastiekje in de vorm van een driehoek. Eerst kan je hem gewoon rechtdoor plaatsen, een enkel elastiekje. En dan til je hier het midden op. En die doe je op het pinnetje onder de neus. Dan heb je hier een driehoek. En datzelfde doen we hier onder het roze, wat ik hier roze heb gemaakt met een wit elastiekje.
Zet hem er zo dwars bovenop. En dan til je hem in het midden op. En doe hem eentje naar boven. En dan heb je hier een driehoek. We beginnen hier onderin met haken. Ik zie trouwens dat hier een lusje eraf is gegaan. Dus gelukkig ben ik nog op tijd. Die doe ik snel terug. En we gaan eerst de bovenste twee witte elastiekjes haken naar het midden. En deze gaan naar het midden. Dus je trekt het beentje een beetje naar achteren. Zodat je er goed bij kan. Deze haal ik eruit. En die haak ik naar het midden. En nu ik hier toch bezig ben en het beentje vast heb, pak ik meteen de overgebleven witte elastiekjes. En die haak ik hier naar voren. En datzelfde doen we aan de andere kant. Dus eerst pak ik deze. Ik ga een beetje naar de zijkant, want ik weet dat ik die moet hebben. Dan kan ik ze wat makkelijker pakken. En die gaan naar het midden. En vervolgens de overgebleven witte elastiekjes, die gaan naar boven. Dan haak je hier aan de zijkant, doe je dat horizontale elastiekje van die driehoek naar achteren. Pak je de twee elastiekjes en die haak je naar je kleurtje, in mijn geval roze. En dat doe ik ook aan de andere kant. En vanuit het midden hier onderin moet ik ook nog twee elastiekjes haken. Je duwt dit allemaal naar achteren totdat je die twee elastiekjes ziet. En die haak je naar voren. En wat we nu gaan doen is het kleurtje, in mijn geval roze, vanaf de buitenkant. Ik ga het je gewoon laten zien. Dat werkt toch het gemakkelijkst. Til ik die twee ringetjes op en ik doe ze over het pinnetje heen en ik laat ze los. En dat doe ik ook aan de andere kant. Dus vanaf de buitenkant zoek je ze op totdat je ze zo op je haak hebt en dan over het pinnetje heen halen en loslaten. Dan pak ik nu nog een enkel grijs elastiekje. En ik ga je eerst laten zien hoe die zo meteen moet zitten. Dat is zo. Alleen wil ik hem tussen de witte elastiekjes hebben. Dus de bovenste twee witte elastiekjes, die gaan er eventjes vanaf. Zodat ik dit elastiekje erop kan doen. Ik parkeer hem even, zodat ik mijn handen vrij heb. En dan zet ik deze twee weer terug. Pak hem weer op. Hij mag er ook blijven zitten, want het is de bedoeling dat hij uiteindelijk zo komt te zitten. Dus wat jij gemakkelijk vindt. Maar ik moet bij deze pin, bij dit pinnetje, moet ik ook nog eerst de bovenste twee ervan aftillen. Dus de bovenste twee elastiekjes, wit. Heb ik er nu geen drie? Ja, ik heb er drie. Even zorgen dat ik het goed doe. Nu heb ik er twee. Die til ik ervan af. Kijk, ik ben er eentje bijna kwijt. Maar gelukkig heb ik hem nog op tijd. Nu heb ik ze op mijn haak. Ik zet het grijze elastiekje ertussen. Erop. En vervolgens plaats ik die twee witte elastiekjes weer terug. En dan zit dat grijze elastiekje ingesloten hier. Tussen de vier witte ringetjes. En hij moet in het midden eentje omhoog, zodat je een driehoek hebt. Nu kunnen we verder haken. Vergeet niet dat we dit nog moeten doen. Hier zie je een druppel vormen en hier nog niet. Dus deze twee moeten we eerst haken. Rechtdoor naar het midden, naar de punt van je driehoek. En dan kunnen we het armpje hier haken. Maak even plaats. Er zitten veel elastiekjes op die pinnetjes. Dat driehoekje moet naar achteren. Pak die twee elastiekjes en je haakt ze naar de schouder. En vervolgens kan je ook deze twee pakken. Alles naar achteren
Zodat je de twee elastiekjes kan pakken. En die haak je naar het midden toe. Datzelfde doen we hier in het midden. Twee elastiekjes en die haak je naar voren. En let erop dat je dus alles hebt gehad. Hè? Kijk, druppelvorm, druppelvorm, druppelvorm. Druppelvorm, druppelvorm, druppelvorm. En hier druppelvorm, druppelvorm, nog één druppelvorm. Dus die moet ook nog. En hier weer alle elastiekjes naar achteren tot je die twee elastiekjes daar beneden ziet. En als je spanning voelt, kan je eventueel zelf met je andere hand helpen om ze even van de kant te halen, zodat ze erdoor worden gelaten, deze twee. Nu komt alles samen hier in het midden. En gaan we het lijfje verbinden met het hoofd door deze twee elastiekjes te haken hier helemaal onderop. Dus je doet alles naar achteren. Eventueel kijk je vanaf de zijkant een beetje mee, want ik zie nu dat ik ook een elastiekje naar achteren heb geduwd die ik wil haken. Dus ik probeer die ertussen uit te halen. En nu zie ik vanaf de zijkant dat ik alles naar achter heb geduwd behalve die twee elastiekjes. Dus kan ik nu met mijn haak die twee elastiekjes oppakken en eruit halen. En dan voel je veel spanning, want die hele rij elastiekjes houden deze twee tegen. Ze willen ze niet laten gaan. Wat helpt is om over te pakken met je duim en wijsvinger van je andere hand. En dan kan je hier onderop kan je een klein beetje zo kracht zetten, voorzichtig. En dan voel ik dat in dit geval dat ze meekomen, dan kan ik deze twee hier bovenop plaatsen. We gaan nu vanuit dit punt verder haken. En het is belangrijk om te weten welke elastiekjes je eerst moet hebben. Dat is gewoon gemakkelijker voor jou. Ik zie nu dat deze onderop liggen. Dan komen deze twee. En bovenop liggen deze twee. Dus die wil ik als eerste haken. En omdat ik dat weet, hoef ik niet nu met mijn haak te proberen om echt de bovenste twee elastiekjes te pakken. Maar dan kan ik ook al een beetje via de zijkant, dat is gemakkelijker, kan ik die twee elastiekjes zo naar het midden halen en vervolgens naar boven. En dan zie ik dat ik ook de juiste elastiekjes heb. En die haak ik dus rechtdoor op dit pinnetje. Nu liggen deze twee elastiekjes bovenop. Dus je kan proberen op deze manier de bovenste twee elastiekjes te pakken. Mag ook één voor één. Maar omdat ik het al weet dat het deze twee zijn, kan ik ook via de zijkant eerst ze pakken en dan zo naar het midden halen. En dan heb ik ook precies de elastiekjes, hoop ik, ja, die ik moest hebben. Ja, het is goed gegaan. En die haak ik hier naar links. En dan zijn er nog maar twee over, dat zijn deze. Dus dat is gemakkelijk. En die haak je naar rechts. Nu gaan we eerst vanuit het midden verder. Hier ben ik gebleven. Ik haak hem rechtdoor. En ik wil het neusje ertussendoor hebben. Dus die wil ik hier in het midden hebben. Straks kan je hem nog wat beter eruit trekken hoor. Het hoeft niet nu per se. Maar hij moet hier tussendoor. Vervolgens ga ik hier naar binnen. Pak die twee elastiekjes die daar beneden horen te liggen. En die haak ik ook naar voren. Naar boven, het is maar hoe je het bekijkt. En die twee elastiekjes gaan tussen de twee ogen door. En dan maak ik hem hier af. Dus de hele middenrij gehaakt. Dan ga ik terug naar het begin. Hier, bij de nek zijn we gebleven, rechts. En dan haak ik de hele rechterkant. Als je dus zo'n elastiekje tegenkomt, alles wat je tegenkomt moet naar achteren. Hier bij het oortje, maak even een beetje ruimte. Alles naar achteren, totdat ik alleen die twee elastiekjes heb onderin. Ik wiebel ze een beetje los, want ze worden een klein beetje tegengehouden. En hier ook twee, en die haak je naar dat laatste pinnetje bovenop. En dan ga ik nog één keer terug om de linkerkant te doen. De rechterkant, het is maar hoe je het bekijkt. Die haak ik naar voren. Dit gaat weer naar achter, dit ene enkele elastiekje. En naar voren. Hier al die elastiekjes. Kijk vanaf de zijkant mee, al die elastiekjes naar achteren. Zodat je deze twee
kan oppakken en eruit kan halen. Wiebels een beetje los en naar voren. En tenslotte de laatste twee. Help even met mijn andere hand, omdat ik spanning voelde. Zo, dan heb je nu alles gehaakt. Pak je nu een enkel grijs elastiekje. Je steekt je haaknaald hier in dat laatste pinnetje waar je bent geëindigd. En zorg dat je alle elastiekjes meeneemt. Zet dat elastiekje aan het einde op je haak. En dan trek je dat elastiekje erdoor. Zo. Ik schuif hem altijd dan nog een beetje naar de achterkant, dat hij helemaal bovenop zit. Dan doe je het andere ringetje ook op je haak. Heb je twee ringetjes op je haak. En nu ga je een knoopje maken door het achterste ringetje op te tillen en over je haak heen te halen en los te laten en aan te trekken. En dan kan je koalabeertje eraf. Doe het voorzichtig met je haaknaald. Trek hem niet vanaf, want dan zou je een elastiekje kunnen breken. Ik hoop dat die bij jou ook gelukt is. Het is altijd een spannend moment als je zo'n figuurtje van je loom afhaalt. Want ik heb ook echt wel meegemaakt, ook tijdens het filmen, dat ik aan het einde klaar was. En dan toch, ja, dat het dan toch iets mis was gegaan. Soms springt er nog een lusje weer vanaf wat je net hebt gemist. En dan, op het moment dat je hem dan eraf haalt, dan merk je dat je met losse elastiekjes zit. Maar bij mij is die gelukt. Ik vind hem erg schattig. Ik vind haar erg schattig, moet ik zeggen. Of het is gewoon een jongetje met een roze luiertje om, kan natuurlijk ook. Ik moet nog even die oogjes wat beter eruit laten komen. Ik merk dat mijn oogjes niet goed zitten, zie je? Dit is de neus. En dit oogje hier is naar het midden van de neus gegaan. Dus die moeten weer naar de zijkant. Nou, dat wordt al beter. Dat neusje, die dingetjes wat meer bij elkaar doen. En dan begint het koalaatje tevoorschijn te komen. Nogmaals, ik hoop dat het bij jou ook gelukt is en dat je het net zo schattig vindt als ik. Ik hoop dat je iets aan deze video gehad hebt. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!